Esther Gerritsen, dat is een groot literair talent. Een paar jaar geleden won zij de BNG Nieuwe Literatuurprijs. Dat is een prijs voor schrijvers onder de 40 met minimaal 2 boeken op hun naam. Afgelopen week is haar nieuwe roman verschenen, Dorst. Heet hij? Dorst. En dat gaat over een getroubleerde moeder-dochterverhouding. En het gaat eigenlijk altijd bij Esther Gerritsen over mensen en hoe dat fout kan gaan tussen mensen. Dorst. Het is de eerste keer in haar leven dat Elisabeth haar dochter onverwachts treft. Ze komt van de apotheek op de Overtoom, wil net oversteken naar de tramhalte als ze haar dochter ziet fietsen aan de andere kant van de straat. Haar dochter ziet haar ook. Elisabeth staat stil. De dochter stopt met trappen, maar remt nog niet. De hele Overtoom zit tussen hen in. 2 fietspaden, 2 rijbanen en een dubbele trambaan. Elisabeth weet meteen dat ze haar dochter moet vertellen dat ze doodgaat. En ze lacht. Als iemand die van plan is een grap te vertellen. Wat was eigenlijk de motivatie om dit boek te schrijven? Het gekke nog begon het eigenlijk bij het boek is geschreven vanuit 2 perspectieven. Moeder en de dochter. En het begon alleen maar bij de moeder. Ja. En haar liefde voor voorwerpen, spullen. Ik wilde heel graag, dat is iets wat altijd steeds terugkomt in al mijn werk, hoe je je verhoudt tot spullen, hoe het is om alleen te zijn. En je, klinkt heel raar, maar je verhoudt tot spullen. Ik weet het, maar wat voor spullen? Alle spullen. Oh. Ik bedoel, ik heb mijn eerste boek is een motto van Beckett en dat is, ze zegt 10 jaar geleden of 12 jaar geleden, de stilte te herstellen, dat is de rol der voorwerpen. Hm. En ik heb er altijd iets mee dat als je alleen bent, dat ik altijd het gevoel heb dat als ik echt heel gelukkig ben, dan is het net alsof alles heel erg mooi wordt. Maar zo alles. En dan is dat net alsof die spullen mij dat aandoen. Ik weet dat ik dat doe, maar... Ik wilde heel graag een personage dat daar iets mee had. En ik had verzonnen, die ging dan dood en die zou in een hemel komen. Waarin alleen maar spullen zijn die ze ooit heeft gehad, die ze kwijt was, die nu heel zijn en niet versleten. En daar begon ik ook mee, van in de eerste persoon, ik ben zojuist gestorven. Wauw. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk statisch, naar binnen gekeerd. Ja. Iets, maar wel, daar begint het mee. Iemand die alleen maar bezig is met materie. Je hebt met Dorst een beklemmend boek geschreven, vind ik. Kun je dat beamen of kun je daar geen afstand van nemen? Maar wat is dan wat beklemt nou, dan? Het zijn... ik heb het idee dat grosso modo het boek bevolkt wordt door mensen die misschien wel zinvolle en betekenisvolle relaties willen aangaan, maar dat ze dat op een of andere manier niet lukt. En dat gevecht, dat laat je met name bij die dochter enorm zien. Zodanig dat het... Ja, die dochter heeft een enorme destructieve inslag. Ja, maar kijk, wat doet die dochter namelijk? Die dochter heeft een relatie met een man die ze sowieso kwijtraakt. Ja, maar dat wil ze niet. Nee, maar die gaat met verliezen gaat ze hem toch. Die relatie is gedoemd te eindigen. Mm. Kan ze verder niks aan doen. Waarom? Omdat hij veel ouder is? Of? Hij is veel ouder, ze willen totaal andere dingen in het leven. Zij is een soort... Hij is net gescheiden en zij is... Ze willen het een voorbijganger kan, een relatie. Dus ze weet al dat gaat eindigen. Dat is niet haar schuld dat het gebeurt. Dan heeft ze haar moeder, die gaat dood. Die moeder wil eigenlijk niet echt meer iets met haar dochter. En zij probeert toch nog maar wat. Maar dat heeft zij ook geen invloed op. Dus zij heeft even gewoon niet zoveel invloed op die relaties om haar heen. Mm. En van gekkigheid en wanhoop probeert ze van alles. Eerst probeert ze goed gedragen, dan probeert ze te zuipen, dan probeert ze... Ja, wat doet ze nou qua destructief? Dan gaat ze misschien met een paar vreemde mannen mee in de kroeg, maar dat... Ja, dat... Nou ja, de manier waarop natuurlijk, hè. Pas op. Wat doet ze voor destructiefs? Ik heb het idee dat ze... Ze gaat naar die kroegen, ze pikt mannen op, ze pijpt, ze wil zelf misbruikt worden, ze wil geslagen worden. Dat lijkt me toch niet? Oh ja.
Ja, maar het is natuurlijk, kijk, ze heeft even geen invloed. Ze heeft even geen invloed op de grote relatie in haar leven. Ze voelt, die raak ik kwijt. Hmm. En dan, wat ze doet, is ze probeert ook alleen maar iets te voelen en zichzelf te snappen. Dus het is om zich heen slaan en uitproberen. En wat als ik hier nou, ze noemt het ergens, zegt ze van, als ik nou heel erg zo aan de rammel, weet je, misschien komt er dan wel iets uit. Dat is eigenlijk wat ze doet, dat ze de mensen om zich heen, zo van, als ik dit nou heel goed door elkaar schud, misschien gebeurt er dan toch iets. Mm-hmm. En dat doet ze misschien wat onorthodox. Maar ze probeert wel wat. Je hebt Coco, de dochter, en dan Elisabeth, de moeder. Je krijgt het idee dat Elisabeth mild autistisch is, in ieder geval. Mm-hmm. Je suggereert dat die dochter eigenlijk niet gewenst is. Of dat die moeder niet weet wat ze met een dochter aan moet in den beginne. Ja. En dat heeft die relatie eigenlijk bepaald. Dat is nooit iets, zeg maar, een natuurlijke band tussen een moeder en een dochter is het nooit geworden. Nee. Ja, en maar omdat ook van de moeder wordt natuurlijk meer verwacht dan van een vader. Want ze is dan voor het grootste deel opgegroeid. Bedoel je dit in het algemeen? In het algemeen, ja. Oh, hoezo dan? Kijk, als een kind bij de moeder gaat wonen en af en toe de vader ziet, dan vinden we dat wel tot nu toe nog wel best normaal. En als het andersom gebeurt, vinden we dat vinden we vreemder. Ja, ja. Maar wat eigenlijk in het boek, zij ziet haar moeder, die ouders gaan scheiden en dan komt ze bij haar vader te wonen, maar eigenlijk gewoon bij een stiefmoeder die voor haar zorgt. Die doet het eigenlijk. En ze is dan één dag per week bij haar moeder. Maar ik weet niet of ze nou zoveel meer aan die vader heeft gehad dan aan die moeder, maar weet je, ook zij en ook die moeder en ook die dochter en iedereen, want ze zijn allemaal, we hebben toch een beeld van hoe je als moeder zou moeten zijn. En zij ook. En ik, maar als mijn moeder niet van mij, niet ongelooflijk van mij houdt en niet zonder mij, als mijn moeder mij niet nodig heeft, wat zegt dat dan over mij? Misschien wel niks, maar dat vinden we moeilijk. Ik heb te veel gedronken. Je vader dronk ook te veel, maar ik vond het nooit erg. Wie ben jij? Ik ben jouw moeder. Ja, hè? Ja. Denk je dat ik een goede moeder zou zijn? Ja hoor, zegt haar moeder vriendelijk. Coco lacht, dank je. Toen je naast me in bed lag, net nadat je geboren was, toen dacht ik, wie is dit? En toen? Dat bleef, dat is het leuke eraan, dat blijft. Het leuke, ja. Ik heb wel eens gehoord, zegt Coco, dat vrouwen juist meteen denken, oh ben jij het? Oh ja? Ja. Heb ik nog nooit gehoord. Nee? Zal wel niet waar zijn. Als jij het nog nooit hebt gehoord, zal het wel niet waar zijn? Ze denken allemaal aan zichzelf. Ze zien zichzelf en dat herkennen ze. Ze denken gewoon aan zichzelf, maar dat hebben ze niet door. Dat ze alleen maar aan zichzelf denken. Hoeveel boeken liggen er nu? 7, denk ik. Je bent echt een oeuvrebouwer. In de zin dat bepaalde thematieken komen telkens terug. Dat het om mensen gaat die, nou ja, een milde gekte hebben, dat wil ik niet zeggen, maar toch wel problemen hebben zoals we dat noemen, normale bindingen aan te gaan. Mm-hmm. Hoe komt dat? Omdat het me altijd bijna, ik denk toch maar alleen maar boeit hoe je geest de werkelijkheid beïnvloedt. En hoe moeilijk het is om je tot iets werkelijks te verhouden, omdat je er altijd met je hoofd wat anders van maakt. Ik heb één keer. Dat zeg jij? Ja. Dat ben jij, bedoel je, of wat? Dat doet iedereen, denk ik, en de een wat extremer dan de ander, omdat je. Je nooit helemaal weet wat echt is. En, ik heb wel ooit eens opgeschreven naar mijn volgende boek moet gaan over een normaal iemand die iets raars overkomt. Maar dat. Het wordt altijd een raar iemand die iets normaals overkomt. Ja. Maar dat is het enige wat me. Wat me zo werkelijk bezighoudt. Hoe kan dat nou? Ik snap dat niet. Dat ik dit uur dit een heel mooie krant kan vinden. En het uur erop er naar gaan kijken en me heel ellendig voelen. En het geluid van het papier pijn doet. Of zo, dat, hoe kan dat
dat je stemmingen zo snel kunnen omslaan en daarmee je hele werkelijkheid verandert. Maar is het dan zo dat het schrijven voor jou ook een zekere therapeutische waarde heeft? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, want je weet niet of het juist, misschien maakt het alleen maar erger. Ik kan het ene moment gelukkig worden van die krant en een uur erop wanhopig. Maar dan is er nog steeds altijd een getuige die kijkt, oh god, wat gebeurt er nu? En die getuige, het is degene die dat allemaal opschrijft. En die is er gelukkig bijna altijd. Dat is een soort rustige lijn. Iemand die dat allemaal observeert. Ja. Ja. Onlangs las ik een column van je in de VPRO-gids. Over hoe de Eskimo's of de Inuit op Groenland, hoe die met elkaar samen zijn. En dat je pakt dan een citaat erbij uit een boek over depressie. Ja. Je schrijft volgens mij het dikste boek dat ik heb over depressies. Ja. Hoe staat het daar? Ja. Salomon. Salomon. Dat stuk dat suggereerde alsof je een hele bibliotheek aan boeken hebt over... Ja, die heb ik. Echt waar? Wil je ze zien? Dit is het prachtigste boek over depressie. Je ziet aan de omgevouwen hoekjes wat interessant is. Maar dat dit zijn is dat boek veel. Waar die Eskimo's in staan. Ja, waar die Eskimo's in staan. Demonen van de middag. Een persoonlijke geschiedenis van depressie. Deze, dat is de anatomie van een depressie. Het was het ergste wat ik ooit had meegemaakt. Verschrikkelijker zelfs dan mijn vrouw te zien sterven aan kanker. Ik schaam mij om dat te bekennen. Ja, ik schaam me om dat te bekennen. Moeten we er even bij zeggen. Anders dan, maar deze, die vond ik wel interessant. Want het gaat over de zoon van Suzanne Sontag als zij sterft. Dat is ook over interessante moeders en zonen gesproken. Oh. Oké. Okay. De onrustige geest, hij is ook geweldig. De manische depressie heeft ze over geschreven en over manie. En ben je nou dichter bij het geheim van manie en depressies en ander geestelijk ongerief? Ja. Kom je nou dichterbij? Je weet er steeds meer van of je nou helemaal gaat snappen. Dat is ook een van mijn lievelingsboeken. Oh ja. Kuiper, Verheen. Piet Kuiper, ja. En de psychiater. De psychiater die gek werd. Is dat research voor jou of hoe moet ik dat zien? Ik vind het vooral iedere keer weer interessant om te lezen, maar ik lees wel een beetje om het thema heen. Maar dat is meer soms voor een ritueel dan dat je het werkelijk echt gebruikt allemaal. Maar... Ja. Mijn vrouw aan kanker zien sterven was minder erg dan mijn depressie. Ik schaam me om het te zeggen, maar het is zo. En dan ben ik eigenlijk meer verbaasd dat niet iedereen dat boek wil lezen. Dan wil je toch weten, wat is hoe zit dat? Hoe kan dat? Ja. Want over werkelijkheid, die vrouw zien sterven, dat lijkt me nogal werkelijk. Dat is wel echt iets vrij letterlijk werkelijks. Van buitenaf, er gebeurt hier iets ellendigs. Ja. En een depressie is... En een depressie is helemaal, is helemaal die zelfverzonnen, gemaakte gekte. En dat was blijkbaar erger. Ja. En hoe kan dat? Hoe werkt dat? Er zijn talloze onderwerpen waarin je kunt verdiepen en jij verdiept je in... Nou, depressie of manie of natuurlijk alle soorten waanzin gaan natuurlijk over hoe je alleen maar last van jezelf hebt en hoe je geest die werkelijkheid verpest. Maar heb je ervaring met depressie of helemaal niet? Is dat... Kun je met die man meegaan? Nee, ik ben nooit zo erg... Nooit zo erg is het ook met mij geweest, nee. Ik heb dus een tijdje wat geslikt, maar... Oh? En helpt dat? Ja, dat hielp. Was eigenlijk iets vooral tegen angsten. En toen... een soort antidepressiva tegen angsten. Maar dat hielp zo goed dat ik heel snel weer durfde te stoppen. Dat was heel goed. Maar dus ik dacht ook na 3 maanden, nou, daar stop ik nou maar mee. Ja. Lijkt me ook niet goed voor het schrijverschap trouwens. Of wel? Of is dat, dat als alles zo dempt of juist niet, dat je... Of is angst niet een goede motor om te schrijven? Angst is wel lastig. Woede schrijft goed. Oh, woede schrijft goed. Woede schrijft heel goed. Ah. Manie schrijft heel goed. Ja. Depressie en angst iets minder. Toch wel, oké. Ja. In welke gemoedstoestand heb je dorst geschreven? Ik was een iets naar binnen gekeerdere stemming toen ik alleen met die moeder bezig was. En ik was lichtelijk woedend en manisch toen de dochter erbij kwam. Je zou kunnen zeggen, alles is materiaal. Mm-hmm. Mijn biografie is ook materiaal. Mm-hmm. Hoe sta jij daar tegenover? Met een boek verlies je in een bepaald aspect, wat natuurlijk iets met je te maken heeft. Maar je fantasie gaat ook totaal
op hol in die kant. En dus geef je 2 jaar lang interviews over reddingsfantasieën of daarna over, weet ik veel, 5, 7 uur. Waar gaat het over? Ja. Moeders en dochters. Maar dan zoek je alles op en denk je, nou, zal ik even de anekdotes vertellen die daarbij van pas komen. Maar dat is natuurlijk een soort gekke puzzel, dat kunnen we wel linken naar mijn leven. Maar soms heb ik het gevoel dat het allemaal veel minder met mij te maken hebben dan ik zelf of wie dan ook maar denkt. Ja. Ik wil even een uitspraak van jou aanhalen. Schrijven betekent voor mij het ordenen van gedachten. Ik geloof dat ik het ooit zei dat het ging over dat je eigenlijk zo weinig, dat je terwijl je schrijft helemaal niks nieuws verzint. Of dat het alleen maar ordenen is van alles wat er ooit is gedacht. Maar dat weet ik niet of ik dat nog vind, want tijdens die fantasie, tijdens het schrijven zelf, gebeurt er toch ook nog wel heel veel in ik droom. Waar gaat dit heen? Ja. Dus dat gaat wel iets meer. Dus je kunt jezelf ook verrassen in die zin. Ja. Het is een beetje hoe ver je jezelf durft te laten gaan tijdens het schrijven. En tegenwoordig durf ik iets meer, dan ga ik schrijven en denk ik, oh, dit is allemaal kut wat ik opschrijf. Oh, dit is ook helemaal niks. Oh, dit wordt nog slechter. Dan ga ik gewoon door. Ja. Oh, dit is ellendig. Oh, nou, ga ik gewoon doorschrijven. Oh, hier wordt het interessant. Zo. Ik denk dat ik voorheen stopte ik gewoon eerder. Oeh, slechte zin, opnieuw. Je hebt in 2007, meen ik, een soort stuk geschreven waarin je, nou, laat ik het eens groot, waarin je afrekende met het toneelschrijven. Ja. Waarom ik eens even stop met toneelschrijven. En meer mensen dat zouden moeten doen. Ja. Dat zoiets, hè? Ja? Ja. Ja. Dat was natuurlijk een beetje ironisch, maar het is wel een feit dat je hebt veel minder toneel geschreven sinds die tijd. Je bent ik echt ben wel romans. Gestopt, ja. 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 Wat is daar de achtergrond van? Waren er heel veel redenen, liefde voor literatuur groter dan voor theater. Ik ga ook helemaal niet meer naar het theater. En ik vind het heel lastig om tijdens het schrijven van een toneelstuk het publiek in mijn hoofd uit te schakelen. Dus terwijl ik, kijk, als ik een roman schrijf, ja, dat schrijf ik voor een lezer, weet ik veel wie dat is. Dat kan je niet, dat ben ik. Dus ik lees het na en of het klopt alsof ik de lezer ben. En als ik een toneelstuk schrijf en dan stel ik me de hele tijd voor dat ik in een zaal zit tussen allerlei mensen. Want zo wordt het ook straks gezien. Daar is een toneelstuk voor. Dus terwijl ik zit te schrijven, zit mijn hele familie en mijn vriendenkring en de recensent. Die zitten bij me aan tafel, terwijl ik aan het schrijven ben. Dus ik ben de hele tijd bezig met die mensen tevreden te houden. Aha. Dat vind ik lastig. En daarna komen ze er ook nog eens een keer echt bij, de acteurs, de regisseur. Ik bedoel, daarna krijg je sociaal, je moet het ook met z'n allen maken. Dus ze voelden je niet vrij? Ja, ik vind het heel moeilijk om gewoon echt te schrijven, ja. Als ik een boek schrijf, dan vergeet ik iedereen. En daarna, het is ook steeds beter, dat lukt me ook steeds beter. Maar dan, als het dan klaar is en mensen gaan lezen, dan is het soms even schrik van, oeh, wat heb ik allemaal opgeschreven. Maar tijdens dat schrijven durf ik veel meer al die mensen, die getuigen die ik verzin, uit te schakelen. En bij het toneel vind ik dat heel moeilijk. En zijn vrouwen trouwens neurotischer dan mannen, vind jij? Of hebben die... Ben ik neurotisch dan? Zijn die vrouwen neurotisch in mijn boeken? Waarom vraag je mij dat? Nou... De vrouwen zijn wel het minst normaal in jouw boeken. Nou, ik schrijf... Mijn hoofdpersonen zijn gewoon vrouwen. Denk, waarom zou ik over mannen schrijven? Er is genoeg over geschreven. Ja, ik weet niet of het net zo goed een man zou kunnen zijn, maar het lijkt me niet nodig. Ik verdiep me niet zo in die mannen. Het interesseert je niet om over mannen te schrijven of je te verplaatsen in wat een man bezighoudt? Is dat heel anders dan? Ja, ik vind het zo vanzelfsprekend dat mijn hoofdpersonen vrouwen zijn. Maar ik denk dat, ik weet niet, worden mannelijke schrijvers ooit gevraagd waarom hun personages mannen zijn? Nou, je boek gaat alweer over een man. Wordt ook aan een man niet gevraagd. Ja. Dus ik vind het zo vanzelfsprekend dat mijn personage een vrouw is. En ik vind het... Nee, maar er zijn natuurlijk... Er zijn mannelijke schrijvers die zich enorm verdiept hebben in een vrouwspersoon. Ja, maar dat Couperus, is dan iets. Flaubert. Toch? En dan gaat het ineens over de vrouwelijke ziel of zo. Ja. Nee, maar wat ik bedoel te zeggen is... Het kan toch... Dat die mannen die zijn zo nondescript... Weet je, maar die zijn toch ook niet allemaal normaal? Of, De mannen in mijn boeken, de script.
Ja. Daar zal ik eens over nadenken. Volgend boek. Wat is er? Vraagt Hans. Hoezo? Ben je moe? Waarom? Wat heb je? Coco is even stil, de serveerster brengt koffie. Hoofdpijn, zegt Coco. Moet je daarover nadenken? Zo erg is het niet. Heb je al iets gedronken? Hè? Jij vergeet altijd te drinken. Ach, heb je al iets gedronken vandaag? Weet je hoeveel een mens zou moeten drinken? Hans staat op en gaat bij de counter om een glas water vragen. Hij geeft haar het glas aan. Coco ergert zich, maar krijgt dorst als ze het water ziet. Ze neemt het aan en drinkt het op. Je had dorst. Ja, voel je dat dan niet als je dorst hebt? Hoe zit dat? Blijkbaar niet, zegt Coco. Dat is vreemd. Sorry. Waarom zeg je sorry? Hou op, zegt Coco, hou op. Ze kijken zwijgend voor zich uit naar buiten. Er stopt een vrachtwagen, er worden grote kisten met vleeswaren uitgeladen. Zullen we naar een middagfilm gaan? Vraagt ze. Gaat dat lukken, denk je, studeren bij je moeder? Ga je mee? Ik heb een cliënt vanmiddag. Zeg hem af. Dat kan niet en ik zou het ook niet willen. Dat laatste hoef je er niet bij te zeggen. Ik wil mijn cliënt niet afzeggen. De serveerster brengt de broodjes.